Hoi mensen, ja, ik had gezegd dat er een shoplog zou komen van Den Bosch en, nee, van Maastricht en Eindhoven. Alleen, ja, ik heb het idee dat ik best veel ga kopen in Eindhoven. En als dat niet zo is, ga ik volgende week woensdag ook nog naar Eindhoven. Dus ik heb deze week en volgende week nog naar Eindhoven. Dat sowieso. En dan doe ik het daar gewoon samen. Want nou ligt, ik ben mijn kamer nog steeds een beetje opruimen. Het begint al aardig te lukken. En ik weet gewoon nou hoe mijn statief werkt. Kijk, de vloer is vrij. Maar nou staan er dus nog tas, een tas van Maastricht. En die wil ik eigenlijk graag gewoon in de kast leggen en zo. Want ik ben ook bezig met mijn kast op te ruimen. En ja. Ben ik nog eventjes naar de kruidvat geweest. En er zijn boodschappen geweest doen. Dus ja, dan kan ik dat gewoon samen doen. Duurt misschien maar 2 minuutjes of zo. Dus dan heb ik dat gewoon weer. Als eerst ga ik Den Bosch of Maastricht doen. Eerst ben ik naar de Pipo's geweest. En ik had van een kennis van een vriendin van mijn moeder. Die heeft nou een eigen nagelsalon. En daar, die had van die penselen, zeg maar, voor nail art. En ik wou die echt al lang en zo. Toen had ik gevraagd waar ze die gehaald had. Dat zei ze bij Pipo's. Dus ik had deze penseel, dit penseel gehaald. Het is met ponyhaar. En het is maat 1 of zo. Serie 150 maat 1. Artikel nummer zou wel verschillend zijn. En die was 1 euro. Dus die heb ik van mama gekregen. Want ik wou gewoon alleen even kijken of ze die hadden en zo. Maar het is nog in. Waarschijnlijk als ze fijn zijn, ga ik ze in Eindhoven nog bijkopen. Ze echt heel dun. En ja. En toen wou ik bij de New Yorker bij de uitverkoop gewoon even kijken alleen of wij een nieuwe collectie hebben. Alleen toen zagen echt, zag ik gelijk al, zag ik van die hemdjes, zeg maar, met van die beetje mouwtjes, zoiets. Dus alleen ik wist niet dat die, ik wist, het stond al sale, alleen ja. Ik dacht gewoon, ja, zullen wel nog 3 euro zijn of zo. En mama die zei dat ze geen kleren voor mij gekopen. Dus die waren 2,95. Ze mama over 2,95 vind ik dat geen geld. En ja, je mag die best hebben voor mij. Dus ik heb die in het wit. In een L, want ze hadden niet klein. Ja, ze hadden wel kleiner, maar dan was een S. Ik vind het niet erg als die dan wel groot is. Dus die had ik, een witte. Toen zag mama iets leuks. Ze zag een ander rek, zag ze dit truitje. Alleen ze dacht, ja, ze zei gewoon van, kijk zo leuk. Het is gewoon een simpel blauw truitje. Van die rafelmouwtjes. En ja, ik dacht van, ja, mama, hoe duur is die eigenlijk? Zei ze volgens mij 5 euro. Maar dat is dus ook 2,95. Zei ze, ja, dat vind ik echt geen geld. Pas maar gewoon. Stond hij mij keileuk, dus dan mocht ik die ook hebben. En toen had ik nog, toen vond ik dit hemdje eigenlijk ook nog wel leuk, een beetje van dat groen-blauw. Ik weet niet of je het goed ziet, maar. En die was dus ook 2,95, dus toen mocht ik die ook hebben. Dus ik had 3 dingetjes in New Yorker. Dit witte hemdje. Het lichtblauwe shirtje met van die mouwtjes. Die super schattige. Die rafelpofmouwtjes. En dit groen-blauwe shirtje. Ja, zo zie je echt wel dat de kleuren verschillen. En ja, ik ben er heel blij mee. En ja, dat samen voor van 9 euro of zo. 8,95, ja.
vind ik echt gewoon niet veel geld. In totaal ben ik 9,95 uit geweest in Maastricht. Voor 4 spullen. En toen gingen we vandaag nog even boodschappen doen. En ik kijk dat er bij de tijdschriften en zo. Normaal moet ik die zelf betalen, maar ja. En toen had ik dus twee tijdschriften gezien, Fenty en Cosmo Girl. Fenty was 3,35. En ze had ook zo'n lip balsam bij. En toen zei mama, ja, dan betaal je er één voor zelf en één betaal ik. Alleen ik kreeg van mama nog 3 euro. Ze zei ik van, ja, dan betaal ik deze wel. Krijg ik nog 5 cent van je oma. En dan betaal je deze, ja. Die was 2,95. Oh. Ik vind hem gewoon een zwartje. Dit is trouwens de Fancy van augustus. En dit is de Cosmo Girl die geldt tot en met 17 augustus. Maar ik dacht van, het is nog helemaal geen augustus show. Ik wist dat niet. Dus ik keek op mijn mobiel en zei ik, oeps, het is al 12e volgens mij of 13e. 13 augustus dus. Ja. Dacht ik van, ja, dan wil ik ze gewoon alle twee. Want ik was sowieso wel te fancy. Maar ja, ik wist dus niet dat ik ze, niet zelf hoef te betalen. Dat is wel fijn, hij heeft niet zo'n hele goede pigmentatie en ik eet echt lippenbalsem of lipgloss, ik eet dat gewoon. Die onderste hier, dit is de rode, dus die vind ik ook best wel mooi. Heel schattig doosje, lipglossje, altijd handig. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. En toen ging ik nog even naar de kruidvat daar. In de uitverkoop dingen kijken. Uitverkoop rek, zeg maar, van die 9 magazijn korting. En ik had bij hoe heet ze nou? Ik weet even niet meer hoe ze heet. Maar daar had ik een, oh ja, Kus Erik of zoiets. Dus zoiets, ja. Had ik van die wenkbrauw ding gezien. En ik zat al heel vaak in de stad van, zou ik hem kopen, zou ik hem niet kopen. Alleen bij het trekpleister hadden ze niet meer. En bij die kruidvat hadden ze er nog voor. 2,95 en dan met zo'n oranje sticker. Dus zij zei dat 1 euro was. Ik dacht dat ik het gezien had. Maar hier hadden ze dus nog 1. En die bij de andere kruidvat. En bij ons wijk had ze zelfs een ander meer. Ik heb echt van 3 kruidvaten in de hand of zoiets wat die ik ken. Dus ja, die had ik dus gekocht. Want hier was het dus 1 euro met een groene sticker. En groene stickers waren 50% korter. Dus die had 50 cent. En er zit dan zo'n kwastje bij. En ik had nog helemaal niks van wenkbrauw potlood of gel of zo, of poeder. Dus dat vond ik wel fijn. En er zitten van die schabloontjes bij. En er zit poeder bij. Het ziet er wel echt donker uit, maar ik heb ook best donkere wenkbrauwen, dus ik denk niet dat dat een probleem gaat zijn. En de pigmentatie of zo, kleurpigmentatie is ook niet zo heel opvallend. Dus daar ben ik heel blij mee. En die had mama van mij betaald. Dus dankjewel. En toen had ik ook nog van de 50 Girls Reloaded. Hadden ze gewoon echt nog alles. En dat is ook allemaal afgeprijsd. En toen had ik dus die poeder ding. Want ik heb heel vaak gestaan van, zou ik hem kopen, zou ik hem niet kopen. Alleen toen hadden ze hem ineens niet meer. Toen dacht ik van, zou ik wel hem kopen bij ons dan. Dus
Ja, dat was 1 euro. En ja, nou kon ik hem gewoon niet laten liggen, want ik zag hem en kwam hem sowieso kopen. Dus echt, ik ben benieuwd hoe die werkt, want ik had ook nog helemaal geen losse poeder. Echt, van bepaalde dingen heb ik heel veel. Ja. Ik ben er wel blij mee. Ik moet hem alleen nog een beetje gaan uitproberen en zo. Maar dat komt wel, denk ik. Ik sta nu trouwens even heel raar, want er komt nog een filmpje vandaag op mijn kast. Want ik ga daar nog een andere kast kijken. Net stond ik, of gisteren stond ik daar tussen mijn bed en naast het bureau meer. Dus vandaag komt een nieuw filmpje over kasten. En stash en easy. Dus ja. Toppie.